Als kind was ik al heel erg met technologie bezig, want mijn hobby was oude tv's opkopen, dan repareren en dan zeg maar voor 10 keer zoveel verkopen, in de krant zetten en dan een enthousiaste verhaal erover houden. Dus ik ben altijd al bezig geweest met investeren in nieuwe technologieën. Die nieuwe technologie heeft me gefascineerd. Toen ik bedrijfskunde studeerde, ben ik een half jaar voordat ik klaar ben ik gevraagd door een student elektrotechniek om mee te helpen met de oprichting van een bedrijf. Hij was super goed met technologie. En ik was de bek op poten. Ik moest het op een gegeven moment verkopen. Wij deden industriële automatisering. Wij maakten automatische magazijnsystemen waar robots gewoon rondrenden in een magazijn. Dit was in 1984 tot 89. En dat was echt helemaal de cutting edge. Wij deden gewoon computerbesturingen. Ik hielp ook met de technologie. Ik hielp ook met programmeren van computers. En ik kon heel goed praten met techneuten die heel veel weten. Maar ik kon ook vooral het eigenlijk op een simpele manier uitleggen. Toen we dat bedrijf begonnen, toen ben ik dus naar allerlei verschillende mensen gegaan om uit te leggen hoe wij die industriële automatisering konden toepassen. We zijn bij Ouwehand begonnen in Katwijk. Die waren een visfabriek, die hebben we helemaal geautomatiseerd. En daardoor hebben wij toen het verlies per kopje hebben wij van 50 gram naar 4 gram teweeg gebracht. En daardoor was het in 3 maanden terugverdiend. Want ik heb toen heel veel geleerd over allemaal nieuwe technologie. Wij waren echt... Helemaal liepen wij voor de troepen uit. En mijn uitdaging was altijd om die moeilijke technologie op zo simpel mogelijke manier tegen die mensen te vertellen. We hadden na 5 jaar hadden we een man of 80 aan het werk. En wij hebben toen heel veel bedrijven geautomatiseerd. En op een gegeven moment ben ik toen echt begonnen om niet meer alleen maar te praten over mijn eigen product. Maar over hoe zit die hele markt eruit? Hoe gaat het eigenlijk met productie? Hoe gaat het met slim gebruik van computers? Hoe kun je dingen meten en daardoor slimmer doen? Dus ik begon eigenlijk langzamerhand ook steeds meer presentaties te geven aan bedrijven. Hoe je nou die nieuwste technologie kon gebruiken. Toen ben ik naar Amerika gegaan met een aantal softwareproducten. En daar heb ik toen ook een bedrijf opgericht wat na een jaar of 5 iets van 90 mensen had. En we deden research in Rusland, hadden we 40 mensen zitten. In Europa en wat over de hele research in Rusland hadden we 40 mensen zitten. In Europa en wat over de hele wereld verkochten we dan onze producten. En daar was ook weer mijn strategie. Niet alleen maar over mijn product praten, maar zoveel mogelijk. Hoe gaat het nou met die markt? Dus ik praatte altijd met de hele wereld eromheen. Om technologie zeg maar aantrekkelijk te maken. Ik heb toen 5 jaar in Amerika gezeten. Heel veel met Silicon Valley te maken gehad. En toen ik terugkwam uit Amerika, toen vroeg iemand mij, wil jij niet Media Plaza gaan doen? En toen hebben we in de jaarbeurs in Utrecht een geweldig mooi high-tech centrum gebouwd. En eigenlijk hebben we toen gezegd, we gaan uitleggen wat internet is. Dat was dan net aan het opkomen, 1994. Je kon toen pas net als particulier internetverbindingen krijgen. Het was al langer op de universiteit beschikbaar en nog veel langer in de defensiewereld. En toen heb ik eigenlijk aan tienduizenden mensen uitgelegd, vooral managers, wat kun je nou doen met internet? Wat heeft het nou voor gevolgen in de financiële sector? Wat heeft het voor gevolgen in de logistieke sector? Wat heeft het voor gevolgen in de zorg, in onderwijs, in mobiliteit? En toen heb ik echt 3, 4 presentaties per dag gegeven met allemaal verschillende groepen. En ik heb alle ministers over de vloer gehad, alle raden van bestuur. Dus die mensen waren allemaal van, wauw, waar zijn we in terechtgekomen? En dan ging ik praten over internet, dan liet ik allemaal voorbeelden zien, demonstraties zien. En dan zei ik, ja, in jouw business, jullie zijn Heineken. Waar ga je dat nou voor gebruiken? Nou, je gaat voor marketing dit gebruiken, voor logistiek ga je het zo gebruiken, financieel gaat het deze gevolgen hebben, voor innovatie en productontwikkeling gaat het dit doen. En dan gaven wij mensen in 4 uur gaven wij een complete onderdompeling in wat internet nou eigenlijk voor die bedrijven betekent. Dag in, dag uit. 3 presentaties, 4 presentaties per dag, elke keer weer nieuwe sectoren. Dus daar heb ik hem helemaal mezelf suf gepresenteerd. Trendwatcher ben ik me op een gegeven moment maar zelf gaan noemen, want er was eigenlijk gewoon geen naam voor wat ik deed. Maar eigenlijk was ik al trendwatcher toen ik in 1984 mijn eerste bedrijf begon. Ik praat eigenlijk vooral over digitale techniek, wat dat nou eigenlijk betekent voor jouw bedrijf. En dat is natuurlijk internet en dat is mobiel, maar dat is later ging dat ook naar big data toe en artificial intelligence. En eigenlijk alle ontwikkelingen natuurlijk naar de cloud. En ik probeer dan eigenlijk te laten zien van joh, je kunt dit echt gewoon als organisatie gebruiken om zowel je eigen doelstellingen als ook gewoon het nut voor de samenleving te gaan verhogen. Dat kan geld opleveren, kan betere kwaliteit opleveren, kan ook zorgen dat mensen veel minder gefrustreerd zijn om ergens te werken. Kun je 1 persoon overtuigen, je kunt 5 mensen overtuigen, maar meestal moet je een hele laag overtuigen voordat het risico werd aangedaan om innovatie zeg maar te accelereren. En dat
vind ik leuk. Ik vind het heerlijk om met mijn kop tegen de muur te lopen om te zeggen, dit zou een fantastisch iets voor jullie zijn. Wat zou je dan moeten overwinnen? En dan vind ik het heerlijk om eindeloos die informatie te verzamelen en dan overal mensen enthousiast te maken, zodat ze er toch mee aan het werk gaan. Dat heb ik ook in mijn leven heel veel meegemaakt. Dat mensen zeggen, wat jij mij toen 10 jaar geleden hebt verteld, dat heeft mij op een bepaalde weg gezet. En daardoor heb ik nu dit bedrijf, of doe ik nu dit, of heb ik deze verandering gemaakt.